Ik ben Amélie en dit is mijn verhaal. Tot voor kort werkte ik op een marketingafdeling bij een telecombedrijf. Op een dag riep het management me bij hen. Dus ja, ik voelde de bui al hangen. Reorganisaties in het bedrijf. Dus ik mocht mijn boeltje pakken en vertrekken. Mijn werkloosheidsuitkering kan ik wel overleven, maar meer ook niet. Dus heb ik besloten om mijn wagen te verkopen. Om mezelf wat meer financiële ruimte te geven. Eigenlijk niet zo ideaal, maar ja. Ik kan toch moeilijk mijn kinderen in een koud huis laten. Of zeggen van, kijk, jullie kunnen niet meer op het internet, want mama kan het internet niet meer betalen. Die vaste kosten, die zijn er nog altijd, hè.